Karsten, na de Haute Levée deden jullie vaak de Rosier. Klopt dat? Ja. Ja, zeker. Dit is gewoon de vaste route van Luik. Haute Levée, een van de hoogste klimmen in de Ardennen en dan afdalen en... Hier, rechtsop. Ja. Bochtje. Ja, ik had altijd, dit is echt wel een belangrijk punt, zeg maar. Dat drie Luik. De Wanne, Stokkeu, Haute Levée. En dan hier naartoe, naar die Rosier. Een hele mooie klim die ik ook eigenlijk wel veel in training heb gedaan. Een van de langere klimmen in de Ardennen. Mooi gelijkmatig. Heerlijk rustig door het bos. Men noemt het wel eens de Rosier-test ook, hè? Dus op die 4 kilometer kan je wel je echt wel als waardemeter, een soort referentiekader, om te zien omdat je goed in conditie bent. 4 ja. kilometer, gemiddeld 6%, maximaal 9%. Ja. Ja, heerlijk klimmetje. En ook voor de toerist die niet super fit is, heel goed te doen. Er wel meer zijn van dit soort klimmetjes. Hier kan je ook gewoon lekker in je ritme komen. Een mooie, gelijkmatige beklimming, die Rosier. Kan je echt je tempo zoeken en vinden. Perfecte trainingsklim. Perfecte klim om te genieten van het landschap en van het klimmen. Ja. Mooie lange klim dat je even goed in je ritme kan komen. Niet starten met de Stokkeu. Nee. Je fietsvakantie, maar start die hier. Hier gaan we. Côte du Rosier, 4 kilometer. Eigenlijk kan je nog een paar honderd meter verder rijden hier. Ja. Maar in de cyclo, Luik-Bastenaken-Luik cyclo, is er vaak een tijdmeting op deze streep. Ja. Dus ik beschouw dit als een beetje als de top. Mooi klimmetje, zalige weersomstandigheden ook. Ja, het heeft net een beetje geregend en het is zo'n fijne klim. Dus ik ben niet meer zo fietsfit, maar dit vind ik dan nog wel leuk. Gewoon 6%, je kan lekker op het gemak rijden. Als je harder wil, dan ga je gewoon harder, maar het is anders dan de Stokkeu waar het gewoon sterven is om alleen maar boven te komen. Ja, dit is een milde klim. Hier kan je echt op roderen. En hiervoor fietsen we gewoon. Ja. Heerlijk, zo mooi groen hier, je hoort de vogels. Het heeft net geregend, echt mooi. Rosier, 10 op 10. Ja.